Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Mijn naam is Bo Jacobs. Ik ben geboortig van Maastricht. Ik ben bijna 83. Ik heb een schat van een vrouw, lieve kinderen, gezond huwelijk, kleinkinderen. Ik ben per toeval door de oud-directeur van de Bedevaart, de Jean Jansen, ben ik geroepen om naar Lourdes te komen als brancardier, ziekenverpleger. Dat heb ik 30 jaar gedaan met vrienden, geweldige vrienden. Als u nooit in Lourdes bent geweest, dan kunt u zich helemaal niet voorstellen wat dat betekent. Lourdes is gewoon een deel van mijn leven geworden, waar ik dus geen enkele dag zonder kan. En op bepaalde momenten pak ik mijn oude fiets en dan kom ik vanuit de stad hier naartoe om een roze hoedje aan onze lieve vrouw te brengen. Voor alles, het welzijn wat we hebben, het goede wat we hebben. En bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. En tot het ons goed mag blijven gaan. Dat is mijn doelstelling hier naar onze lieve vrouw in Lourdes. Ik heb in Lourdes nooit een echt wonder gezien. Maar daarnaast zie je elke dag wonderen. Van mensen die doodziek, behoeftig daar naartoe komen. En dan, na de tweede dag, kunnen lachen en relativeren tot een ander nog zieker is dan dat zij zijn. En dat zijn de wonderen van Lourdes. Zo maak ik ze dus mee. Heb ik ze meegemaakt. Ik mag er nou niet meer naartoe en daar ben ik te oud voor. Ja, ik denk dat Maria hier hetzelfde doet als wat ze Lourdes doet. En de mensen die dus geen belang in haar stellen, dat vindt ze alleen maar jammer. Maar iedereen die hier naartoe komt op een charmante, serieuze wijze, ontvangt zijn genade van haar. Op welke wijze dan ook. Dat is wat ik hier bij haar ook ervaar. En zij is een hele andere Maria als de Ster der Zee, waar ik ook een geweldige belangstelling voor heb. Maar dat is niet Lourdes. Ja, wat is het verschil? Het is zo uniek dat Lourdes gebeuren. Je kunt eigenlijk geen vergelijking trekken tussen de Onze Lieve Vrouw van Ster der Zee en Lourdes. Dat is heel anders. Het is wel dezelfde moeder. Haar uitstraling in Lourdes is heel anders dan haar uitstraling hier in Maastricht. Nou, dus het hele gebeuren, dus de graven, de 10, 100.000 pelgrims, iedere avond met 70.000 met de kaarsjesprocessie, elke avond. Elke middag is er een sacramentsprocessie waar 10, 20, 30.000 mensen aan meetrekken met allerlei vlaggen van hun eigen land. Polen, Russen, Amerikanen, noem ze maar op. De hele wereld, Cubanen, waar ze vandaan komen. Dus soms Afrikanen die van onder tot boven voor gehoord hangen van bepaalde landen. Andere Afrikanen die nog geen broek aan hebben. En dit hele gebeuren, dat is wat Lourdes zo uniek maakt. En dat is dus in Maastricht, met onze lieve, met alle respect voor Maria, is dat dus niet. Dat speelt daar, dat speelt hier niet.